We zitten in boek 30 van Ab Urbe Condita, het laatste boek van de derde decade over de Tweede Punische Oorlog. In het voorafgaande heeft Livius verteld dat Scipio Laelius Syphax, Syphax en andere krijgsgevangenen naar Rome heeft gestuurd. Er gaan ook afgezanten van Massinissa mee naar Rome. In Rome bekrachtigt de Senaat Scipio's besluit om Massinissa de koningstitel te verlenen en hij geeft de afgezanten kostbare en eervolle geschenken mee. Intussen sturen de Carthagers gezanten naar Scipio om te onderhandelen over vrede. Op die manier willen ze tijd winnen in afwachting van de terugkeer van Hannibals leger. De wapenstilstand die wordt afgesproken, wordt door de Carthagers korte tijd later alweer verbroken. In dezelfde zomer wordt in Gallië strijd geleverd tussen de Romeinen en Carthagese troepen onder leiding van Hannibals broer Mago. De Romeinen behalen met moeite de overwinning. Mago raakt gewond en krijgt van de Carthagese afgezanten het bevel om terug te keren naar Carthago. Op reis daarheen sterft hij echter aan zijn verwondingen. Tegelijk met Mago heeft ook Hannibal de opdracht gekregen om met zijn leger terug te keren naar Afrika. En op dat punt in het verhaal zitten we. Hannibal is not amused. Dit is een bespreking van het eerste stukje van paragraaf 20. De paragraaf begint met drie PPA's die congrueren met het onderwerp Frendens, Gemenske en Temperans. Onderwerp is Hannibal. Knarsetandend en zuchtend, ak, vix en nauwelijks zijn tranen bedwingend. Wordt hij gezegd gehoord te hebben, staat er letterlijk, een nominativus cum infinitivo. Zegt men dat hij gehoord heeft, leidend voorwerp bij dat horen, de woorden van de gezanten. Dat zijn dus die Carthaagse gezanten die komen melden dat Hannibal naar Carthago wordt teruggeroepen. Postquam, nadat edita sunt, letterlijk uitgegeven zijn, uitgesproken zijn, die bevelen, die opdrachten, dus de opdracht om naar Carthago terug te keren, zei hij, onderwerp Hannibal, zei Hannibal, niet meer, jamnon, al niet meer, perplexe, via omwegen, een bijwoord, maar openlijk, antithese natuurlijk, revocant, roepen zij terug, zij, die. En dan doe ik eerst het hoofdwerkwoord, zij die allang Jan Pridem retraheband aan het terugtrekken waren, mij aan het terugtrekken waren, mij probeerde terug te halen. Het imperfectum is dus vertaald hier als een poging, die allang bezig waren mij terug te halen. Dat is vertaald met probeerden. En hoe waren ze dat aan het doen? Door te verbieden, gerundium. Door te verbieden, daarvan afhankelijk een ACI, dat versterking gestuurd werd en geld. Dus Hannibal zegt, ze waren eigenlijk allang in Carthago bezig om mij naar Carthago terug te krijgen, omdat ze geen hulp stuurden. En nu doen ze dat palam, openlijk. Hannibal nog steeds aan het woord. Overwonnen heeft dus Hannibal, leidend voorwerp. Dus Hannibal is dus overwonnen. Twee onderwerpen, het Populus Romanus heeft Hannibal overwonnen, maar de Senatus Carthaginiensis. Hannibal is dus overwonnen niet door het volk van Rome, zo vaak in de pan gehakt en op de vlucht gejaagd, maar de Senaat, de Carthaagse Senaat, heeft Hannibal overwonnen op tractatione door afgunst en jaloezie. Op tractatio en invidia zijn synoniemen. En niet, haak komt van hik, haik, hok, deze, ablativus, deformitas is schande, en niet over deze schande, schande, reditus, mei, met name aan mei kun je zien dat dit een genitivus is, en niet over de schande van mijn terugkeer, zal juichen, exultare is juichen, en dan het onderwerp hier is Publius Scipio. En niet Publius Scipio zal zozeer juichen over deze schande van mijn terugkeer.
En hij zal zichzelf uitsteken, letterlijk zoiets. Hij zal zichzelf in de hoogte steken. Hij zal daar trots op zijn. Dus niet Scipio zal zozeer juichen en trots zijn op deze terugkeer van mij, als niet zozeer als Hanno, de Carthager die eerder in het pensum ook al het woord had gevoerd, als Hanno die domum nostram oppressit, dat is de hoofdstructuur, die het huis, ons huis, dus onze familie, heeft overweldigd door de ineenstorting, door de ruïne van Carthago. Dus Hannibal beschuldigt Hanno hier ervan dat hij Carthago in het ongeluk heeft gestort om te bereiken dat het huis van Hannibal en dat de familie van Hannibal, dat die te machtig zou worden. Hanno, daarbij nog een bijvoeglijke bijzin. Nee, ik sterk zeg het fout. Dus niet zozeer Scipio zal juichen als Hanno, die bijvoeglijke bijzin hadden we al, die door de ineenstorting van Carthago overweldigd heeft ons huis. Quando, daar begint nog een bijzin, aangezien hij dat niet kon, non potuit, alia re, met een andere zaak, met andere middelen, dus dan maar Carthago geruïneerd volgens Hanno.